Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Parktheater Eindhoven. Snorro is een hilarische familievoorstelling van het Rood Theater. Het gezelschap achter de succesvolle familievoorstellingen De Gelaarsde Poes en De Zere Neus van Bergerak. Snorro is de gemaskerde held, gebaseerd op het avonturenstuk Zorro. Er wordt gespeeld in Mexicaanse setting, compleet met treingevechten, sombrero's, dansende cactussen en een kale prairie. Op 11 en 12 februari in Eindhoven. Cabaretier Emilio Guzman is ontwapenend, actueel en genuanceerd. In 2014 won hij Nederlands Hoop 2014, de cabaretprijs voor de meest belovende theatermaker. Saaie woorden als crisis, cijfers en financiële haalbaarheid zeggen hem niets. Dat is anders op het podium. Daar kan niemand hem onderbreken. Dan gaat zijn fantasie los. En hoe? Hij lost de wereldproblematiek er in één keer mee op. De voorstelling Alle Mensen Verzamelen van Emilio Guzman op 15 februari in Eindhoven. In de voorstelling Body Language, wat we zeggen zonder het te zeggen, kan het publiek veel leren. Hoe maak je een verpletterende indruk op de andere seksen? Waarom moet je nooit je armen over elkaar slaan? Aan de hand van vele hilarische en herkenbare voorbeelden wordt in deze ultra-komische spoedcursus onderzocht wat de effecten van onze lichaamstaal zijn. Uitermate handig op het werk, met vrienden en in de liefde. Alfred van den Heuvel, Alexandra Alfenaar en Joey Ferre met Body Language, wat we zeggen zonder het te zeggen, op 16 februari in Eindhoven. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op www.parktheater.nl.